Frank Smilda, we kennen elkaar al heel lang. Je was eigenlijk bekend als moordinspecteur die zeg maar internet 2.0 gebruikte voor het opsporen van allerlei zaken. Je bent nu commissaris van de politie in Groningen. En ik wil even vragen, jij was heel enthousiast over internet 2.0 en nu hebben we ChatGPT. En mijn ervaring, vraag is, hoe... Ik doe het even opnieuw. Goed. Ik ben hier met Frank Smilda, commissaris van de politie in Groningen. En ik ken Frank al heel lang. Hij is altijd enthousiast in nieuwe methodes. Hij was eigenlijk moordinspecteur in Utrecht, die eigenlijk internet 2.0 gebruikte om allerlei oplossingen te krijgen van zeg maar cold case onderzoek. Nu ben je bezig met ChatGPT. En ik wil eens vragen hoe jij als professional nou zo'n tool gebruikt en waar je het wel voor kunt gebruiken en waarvoor niet. Nou, ik heb in mijn werk vaak te maken met complexe situaties waarin je bijvoorbeeld een risico-inschatting dan wel taxatie moet maken. Bijvoorbeeld met de openbare ordeproblematiek. En dat heb ik natuurlijk geleerd, pas ik toe in de praktijk. Maar ik merk dat als ik dat soort type vragen aan ChatGPT vraag, van, goh, kan je mij dus een aantal risico's inschatten rondom een groot openbare ordevraagstuk, dat hij mij toch nog wel wat meer aanreikt dan dat ik zelf heb kunnen verzinnen. En het grote voordeel is omdat je zelf gewoon meer dan 20 jaar ervaring hebt, dat je heel snel ook het kaf van het koren kan onderscheiden. Dus je kan wat ChatGPT aanreikt, kan je gewoon vrij makkelijk legitimeren. En kan je, nou ja, zeg maar, ik zeg vaak 20% schuif je aan de kant, want dat is niet helemaal nou, waardevol genoeg. Maar die andere 80% wat die wel oplevert, is zeer waardevol. Ja, noem eens een voorbeeld van een concrete situatie waar je dan, jij moet een prompt doen, hè? Van wat zijn de gevaren van een demonstratie en wat zijn de potentiële maat? Maar noem eens een prompt die jij gebruikt hebt. Nou ja, bijvoorbeeld de risico's. En dan geef ik aan hoeveel mensen dat zijn, wat de geografische omgeving is, soms weersomstandigheden of soms de omstandigheden van de doelgroep. En dat heb ik natuurlijk zelf al vanuit mijn ervaring en vanuit mijn team waar ik mee samenwerk wel aangereikt gekregen. Maar dan scherpt GPT mij dat nog eventjes aan. En soms heb je jurisprudentievoorbeelden uit het verleden. Waarbij er nou ja, rechtszaken over zijn gevoerd, waarbij je ook kan vragen van heb je relevante jurisprudentie die erover gaat? En dan kan je die jurisprudentie weer aanklikken en dan kan je dat checken. En ja, die snelheid en die professionaliteit en ook die hoeveelheid van waardevolle informatie die je gewoon. En dan vraag je het op, kan je het even in bullets onder elkaar zetten? Ja, dat is ongekend. En doordat je dat ook zo kan opvragen, kan je ook heel snel. De bullets en de risico's even doorsturen naar de relevante officier van justitie of naar de relevante burgemeester, die je gewoon even wat praktischer meeneemt in je risico-analyse. Nou ja, dat is maar één voorbeeld waar ik ChatGPT voor gebruik. Ja, je zei ook van, je had op een gegeven moment had je Duitse collega's over de vloer en hoe gebruik je het dan? Nou ja, die moest ik of die heb ik een dag meegenomen rondom Ter Apel. Moest ik meenemen in de complexiteit van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving en hoe wij daarmee dealen. Ik had daar niet zoveel tijd meer voor om wat voor te bereiden. Ja, en ik heb dat met behulp van ChatGPT op een. En dan natuurlijk ook nog eens een keer in goed Duits. En dat is toch echt wel wat anders dan met Google Translate een beetje klooien. Maar gewoon in goed Duits vanuit verschillende invalshoeken. Heeft hij de juiste relevante vreemdelingenwetgeving in een context kunnen plaatsen van hoe dat in Ter Apel zit en ook nog eens een keer in goed Duits? En ik merkte toen ik dat presenteerde dat dat ook door die Duitse collega's enorm werd gewaardeerd, want die hadden gewoon de goede uitgewerkte tekst in de juiste duiding vanuit het juiste juridische perspectief. En ja, het was een uur werk. Het was ongekend. Had ik echt een dag voor nodig gehad. Ja, dus ook als je het hebt over schrijven van rapporten over, hè, als je later verantwoording moet afleggen, want dat gebeurt nog wel eens een keer in Nederland, dat jij als politie verantwoording moet afleggen, kun je het daar ook voor gebruiken? Ja, ik heb een van mijn teamchefs die is er nu ook mee bezig en die was een evaluatie aan het voorbereiden. En die noemt dan de context waar het over gaat. Nou, ik noem maar wat, een evaluatie rondom een voetbalwedstrijd, waar een aantal mensen bij aanwezig geweest zijn, waarbij een aantal incidenten bij geweest zijn. En dan vraagt hij van, joh, kan je de juiste evaluatievragen voor mij formuleren? En dan heb je zomaar al de evaluatievragen, heb je compleet. Een Ja. ander mooi voorbeeld, doe dat zelf maar eens. Kan je een verhoor voorbereiden, een verdachteverhoor, van een woninginbraak?
En dan kan je een aantal dingen inzetten. En dan geeft hij heel mooi een verhoorplan geeft hij je terug. Ja, dus eigenlijk gewoon, het vervangt geen politie, maar wat doet het dan wel eigenlijk? Want je hebt nog wel die mens nodig met ervaring die alles kan beoordelen. Ja, wat ik zelf de kracht vind is dat je, omdat je zelf die ervaring meeneemt, kan je heel snel wat hij je aanreikt legitimeren. Hij kan je ook aanscherpen, maar het kan je ook op ideeën brengen. Wij hebben natuurlijk regelmatig te maken met complexe veiligheidsvraagstukken waar we standaard procedures voor hebben, wet en regelgeving enzovoorts. Nou, en dat zit gewoon in je eigen gereedschapskist, dat is gewoon je werk. Maar wat ik nu regelmatig doe is, dan toets ik dat bij ChatGPT en dan vraag ik ook nog van, goh, heb je ook hele andere creatieve oplossingen? En dan daag ik hem uit voor andere creatieve oplossingen. En dan komen er soms ideeën bij, dat ik, ja jeetje, dat heb ik helemaal niet aan gedacht. Omdat je natuurlijk gewoon in je eigen silo zit van je eigen professionaliteit. Maar heb je een voorbeeld daarvan? Heb je een voorbeeld? Heb je echt een concreet voorbeeldje? Ja, we zijn nu een actie aan het voorbereiden. Dat doen we natuurlijk gewoon, bijvoorbeeld een instap in een bepaalde omgeving. En dan vraag ik van, goh, heb je daar ook nog andere ideeën voor? Dan vind ik het nu even een beetje lastig om die andere ideeën zo precies te schetsen. Nee, laat ik een ander voorbeeld noemen. Soms heb je met demonstraties te maken dat je aan de hand van verkeersbeperkende maatregelen op zo'n demonstratie beter kan vormgeven, beter kan faciliteren. Maar de experts van de verkeersbeperkende maatregelen, de zogenaamde wegbeheerder, dat is ook echt een expertise van een gemeentelijke apparaat. En natuurlijk hebben onze collega's daar ook wel expertise in, maar veel meer vanuit de verkeerswetgeving. Maar als je vraagt over crowd control en hoe kan je nou met verkeersbeperkende maatregelen toch grote groepen mensen ergens in een bepaalde omgeving op een goede manier faciliteren dat ze daar kunnen langslopen. En je vraagt dan creatieve ideeën van ChatGPT. Ja, dan komt hij echt met dingen dat had ik zelf niet kunnen bedenken. Ja, geweldig. Dankjewel Frank. Veel succes met de volgende versies. Hey, dankjewel Vincent. We spreken elkaar.